Ik vond de voorbije periode niet altijd eenvoudig en ik moest dan het boek opnieuw redigeren en bekijken. En waarom dat je het boek zou moeten kopen is omdat ik zelf eigenlijk terug heel veel gehad heb aan mijn eigen boek. En dan denk ik van ja, als ik er iets heb aan gehad, dan kun jij er misschien ook iets aan hebben.